Altijd is een groot woord, maar nee, ik ben blij dat ik er ben. Toen dat Pieter mij belde, was ik echt zo... Ik was heel blij dat ik met Jeremy kon werken. Ik ben er al lang fan van, dus ik volg hem al wel een tijdje. Dus dat, ik vond het wel prettig zo. Ja, Jeremy Renier in Vlaanderen is misschien minder bekend bij het breed publiek. Maar ja, het is inderdaad, internationaal stelt dat al wat voor. Hè? Ja, het is echt zo wel internationaal... Dit, zo in Frankrijk zo, zeer gekend en veel gevraagd. En ik heb onlangs nog zo Clo-Clo van hem gezien, en dat ik wel zo zeer straf vond. Dus ja, ik vind het wel fijn om zoiets een mix te maken van Vlamingen en Franstalige acteurs. En merk je dat ook? Is toevallig een grote naam of is dat ook een straffe meneer? Het is een straffe meneer zo. Je ervaart dat direct. Ik had dat al tijdens de eerste ontmoeting, tijdens de lezing. Het was onmiddellijk heel relaxed en à l'aise en heel amicaal en zo, over de scènes en situaties. En we hebben nu denk ik ondertussen, deze is de vierde dag dat we gedraaid hebben. We hebben vorige zaterdag hadden we een scène in Brussel in een club, Matongewijk, zo. Heel expliciete scène. Ja, nee, het klikt wel. Er gebeurt altijd wel iets als Jeremy erbij is en speelt. En het is heel intens. Ja. De dingen die ik van hem gezien had, die vond ik toch wel zeer indrukwekkend. Zo. Het is al een tijd geleden. Hij was 14 jaar toen had hem La Promesse, denk ik. Zo. En in het begin denk je van, ja, ik ga hem niet de pieren uit zijn neus halen om dat nog eens te vragen. En ik was ook ervoor al grote fan van Claude François en hoe hij dat gespeeld heeft. Zo, los van het feit dat hij er heel hard op lijkt, vond ik dat zo zeer indrukwekkend. Dus dat speelt dan toch wel mee. De eerste keer als je elkaar er tegenkomt, dat je weet van, fuck, het is wel... Ja, de bewondering is er dan wel. Maar nu is het al... Nu zijn we al... Ja. Oh. Ja. Oh. Alles over de Belgische cinema op cinevox.be.